Hi, I'm Thomas. I've been the manager from the band The Undecided for Shea Cafe. Thumping up cause we were young and we wanna. Onze groep bestaat uit heel erg muzikale mensen en ook wat minder muzikale mensen. Daarmee bedoel ik overduidelijk beter. Ik heb geen muzikaliteit. Ik heb geen camera-ervaring. Ik heb geen toneelervaring. Maar we toch haar toenemen met mijn pas. Je vindt het leuk om zanger te zingen? Ja hoor. Zou je een stukje voor ons willen zingen? Nee. Maar je bent de zanger? Ja. En je wilt niet zingen? Inderdaad. Top. Dank u. Ja, de inspiratie voor deze tekst is een beetje een cliché, dat is freedom. Dat past ook wel een beetje bij het idee rock'n'roll. En ja, we hebben dat samen geschreven en het ging gewoon zin voor zin. Het ging wel goed. Ook geen piano, want je zit daar in een groot concert, weet je, iedereen maakt veel lawaai en zo. Dus wij hebben meer die instrumenten gebruikt die niet veel, die daar overheen kunnen, weet je, gitaar, drums en zo. Zo'n piano, die hoor je amper. Ja, of je moet echt een mega versterker hebben, maar dat wordt er niet. En dan ja, dan hebben we nu. Ja, zijn we eigenlijk aan het begin, hè? Van deze periode mee begonnen, de tekst toch? Ja, echt de eerste week of ja. Twee weken. Ja, en nou. Ja, en nou Future Pool. Engelse tekst. Nederlands vonden wij niet mooi. Dus dan hebben we het in het Engels geprobeerd. Jammer dat Thomas er niet is. Die heeft ook heel erg geholpen aan de tekst. Erg mooi. Voor inspiratie. Ja, en hopelijk vindt iedereen het ook heel mooi als we gaan optreden. Wat is er mis met Chanterpanthers? Alles. Ja, als ik aan Chanterpanthers ben, denk ik aan een groep die in roze kleding op het podium staat. Ja, 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 ja. Jullie zeggen dat het humor hebben, maar wil je nou een naam als... Ja, wij zijn Blue Feeling. Oh, so much feeling. Oh, kijk hoe diep, kijk hoe diep wij zijn. Wij hebben zoveel... Ja, die naam maken, dat was echt onzin. Het deed heel moeilijk en het ging nergens over. Nee, gewoon iedere letter opnoemen. Pjotter en Pim, dus P2. TPOJ2PT. Geescheikundige naam. Nee, waarom zou het gewoon kalium zijn? Kalium was er. Waarom zijn we niet gewoon kalium? Ik vind kalium een prima naam. Dan vind ik de White Niggers wel vet. Nee! De White Niggers was toch zeker de leukste naam. De kale kalium. Ja, oké, jongens, kalium of Chanterpanthers? Stil. Nee. Ik stem voor C. Ja, maar kijk, bij kalium best wel cool logo. Weet je als dat Rutherford tekeningetje doen? Weet je als Jimmy Neutron? En dan zijn we kalium. Hey, de White Niggers, dat is toch gewoon een foto van Dylan? Ik vind kalium kapot hard, maar White Niggers vind ik minder. Ik had het er net zo over, hè, dat ja, weet je, dat kalium een optie was? Nee. Ja, dat is echt hard. Nee, dat. En toen, hè, dat ik zo'n hater van die naar die pilte had bedacht, want ik bedoel, vind jij het ergens van? Ergens van. Ja, die, ja. Zie je? Nee. Ik bedoel, hij denkt zo. Dus ja, kalium is best wel een toffe naam. Ik vond kalium een toffe naam. Ja, hier, en maar ja, toen zijn we uiteindelijk, toen gingen we eigenlijk alle coole elementen opnoemen, hè, uit het periodisch systeem.
Krypton kwamen we nog tegen. Kippensoep. Sorry. Okay. En dan hebben we niet Carbon Fiber met een F van. Met een V. Ja. Want. Zegt de VM. Want Pim bedacht. Ja, en dat was. Jordi of Felix of ja. Wacht, komt hier. Wat is jullie naam geweest? Ja. Want vibe van muziek. Ja. Jordi bedacht. Hè. Wist je dat de documentaire helemaal niet over de band gaat? Gewoon echt alleen maar over de naam van onze band? Ja, ik bedoel dus. Ik vind het ook best wel onzin. Ik bedoel, ze hebben volgens mij echt nog geen idee welk instrument ik zou spelen als ik dit niet vast had. Ja. Welk instrument speel je? Ik speel gitaar. Ik speel blokfluit. Cross the globe and